Vanavond is er een Halloweenfeest. Heb je er al zin in? Ja, natuurlijk. Ik ga zo mijn kostuum aantrekken. Mama, papa, mogen we ons al omkleden? Ja, natuurlijk kinderen. Ga maar naar boven en trek ze maar aan. Jee, daar gaan we. Zo, ik doe even het eten in de oven. Ja, super. Dan is alles zo meteen klaar als de gasten komen. Ik zet het buffet al klaar. Zo, het servies is klaar. Het bestek ligt er al. Dan ontbreken alleen de gasten nog. Oké, dat is heet. Oké, voor het feestje staat alles klaar. We moeten onze kostuums nog aan. Hier is alles al klaar. Oh, dat ziet er mooi uit. Weet jij hoe papa en mama verkleed gaan? Nee, helemaal geen idee. Ik zie het wel. Wow, mama en papa, jullie zien er echt griezelig uit. Oh, geweldige kostuums. Dank je. Daar gaan we dan. Oh, de deurbel. De eerste gasten zijn er al. Ik doe er open. Haha, dat is tante Tanja en oom Bart. Jullie zien er geweldig uit. Wat is dat dan in je hand? Heb je een echte walkie-talkie? Ja, als ik bijvoorbeeld naar een opdracht word geroepen. Haha. Ja, mooi kostuum. En jij, tante Tanja? Ben je een prinses? Ja, en ik heb ook nog wat meegenomen voor het buffet. Oh, bedankt. Dat had niet gehoeven. Oh nee, het is niks. Kom binnen. Oh, dat is een goed buffet. En jullie zien er natuurlijk geweldig uit als vampierpaar. Echt griezelig. Ah, de volgende gasten komen al. Ah, dat is Mia en haar vader. Hoi, je bent ook een engel. Wat een mooi kostuum. Bent u een echte politieman of heeft u zich verkleed? Nee, ik ben geen echte agent. Dat past gewoon bij Halloween. Ah, hier zijn Monica en Teun. Hoi, welkom. Bent u een rockster? Kunt u gitaar spelen? Nee, ik ben geen rockster, maar kan wel spelen. Oh, leuk. Dat wil ik horen. Ah, daar komen de volgende gasten. Dit is mijn avondcollega. Dit is Alex. Oh, hallo. Welkom. Hoi, bedankt voor de uitnodiging. En ik heb, passend bij mijn outfit, een pizza meegenomen. Lekker, hè? En wie is dit dan? Is dat... Oom Stefan, bent u dat? Ja, ik ben het. Ha, super outfit. Kom binnen. Ik had u helemaal niet herkend. Echt een geweldig feest.